Max zou het wel kunnen kopen. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Christy van Beek. Christy, je bent van Agro Cares. Hier staat wat jullie onder meer doen, maken. Laten we daar gewoon beginnen. Wat is dit en wat doet het? Dit is een bodemscanner. Hiermee kunnen we heel snel ter plekke, zonder chemicaliën te hoeven gebruiken, de bodem analyseren en adviezen geven aan boeren hoe zij hun bodem moeten beheren. En waarom zijn jullie dat gaan doen? Omdat we ons realiseerden dat boeren wereldwijd analyseren hun gronden om te weten welke meststoffen ze moeten toedienen. Alleen ongeveer maar 10% van de boeren heeft toegang tot laboratoria. Omdat in heel veel delen van de wereld de laboratoria gewoon te ver weg zijn, te duur, het duurt te lang, te ondoorzichtig. En wij zijn in 2013 begonnen omdat we daar verandering in wilden brengen. Onze missie is ook soil test in the hands of every farmer. We willen echt alle boeren in de gelegenheid stellen om hun bodem te kunnen analyseren. En wij realiseerden ons al heel snel dat dat niet kan op de conventionele manier, omdat, voor de genoemde redenen. En dat er dus met een andere technologie gewerkt dient te worden. Maar richten jullie je dan specifiek op boeren in ontwikkelingslanden of zo? Want voornamelijk wel. Ik neem aan dat een Nederlandse boer... Nou, ook wel. Maar dan heb je wel een hele andere propositie. Dan zit je meer op de precisielandbouw. Ja. In eerste instantie hebben wij ons inderdaad gericht op die hele grote... al die boeren in Afrika die wel veel geld uitgeven aan meststoffen, zonder te weten wat hun bodem nodig heeft. Dus het is eigenlijk alsof je naar een agrodealer gaat en zegt, ik heb meststoffen nodig, zonder dat je weet wat je bodem nodig heeft. En die agrodealer weet het ook niet. Dus je koopt maar wat. Nou, dat is veel geld voor veel boeren, vooral in Afrika. Ik ben zelf heel actief in Afrika. En dat is slecht, voor de boer zelf, want het kost hem geld. Maar de verkeerde meststoffen toedienen, er is echt helemaal niks goed aan. Niet voor het gewas en ook niet voor de bodem. Dus hiermee kan een boer ter plekke zijn bodem analyseren. En daar komt via de smartphone krijgt hij een rapportje. Er zit ook een mobiele printer bij. Wordt uitgeprint en daarmee kan hij dus naar die agrodealer gaan. Krijgt eigenlijk gewoon een bonnetje. Dit heb ik nodig. Ja, even toch technisch, want daar ben ik ook in geïnteresseerd. Hoe werkt dat? Want ik weet niet beter dan dat je met een sample naar het laboratorium moet. En dat wordt met hele dure apparatuur. Zo'n lab setting kost vele miljoenen meestal. Geanalyseerd wat er wel en niet in de grond zit en daaruit volgt een advies. Hoe werkt dit? Dit is een andere techniek. Dit werkt met nabij infrarood spectroscopie. Hier zit een nabij infrarood sensor in. Die houdt hem goed. En je neemt je monster, dat kan gewoon ter plekke, dus je hoeft hem niet te drogen, niet te malen. Je zet hem erop. Hij verbindt via Bluetooth naar een applicatie op de smartphone. Dus de smartphone vertelt, de applicatie vertelt precies wat je moet doen. Je klikt hierop, op dat moment wordt er dus een signaal uitgezonden. Dus wat wij meten is een spectraal signaal. Ja. En dat wordt vervolgens via Bluetooth weer naar de telefoon gestuurd. En dat maakt verbinding met onze calibratiedatabase. Want een spectraal signaal zegt op zich niks over nutriënten in je bodem. Dat moet je vertalen naar bodemnutriënten. Nou, dat doe je met calibratiedatabase en de predictiemodellen. Dus dat zijn deep learning modellen. Daarmee wordt die vertaling gemaakt van een spectrum naar nutriënten. En dat wordt dan weer teruggestuurd naar de applicatie. Dan vult de boer in hoe groot hun veld is en wat hij verbouwt en wat voor een oogst hij denkt te halen. En dan krijgt hij een advies op maat van deze meststoffen en deze hoeveelheid en ook wanneer en hoe die ze toe moet dienen. Ja, is dit een uniek concept? Daar bedoel ik mee, zijn jullie de enigen die dit op deze manier hebben ontwikkeld? Want het lijkt me niet eenvoudig. Ik bedoel, nee, het is zeer zeker. Want zo'n spectrum is uniek. Dat is voor elk sampletje wat je doet, is dat anders. En eigenlijk ben je dus afhankelijk van of het al in je database zit, of je er wat mee kunt of niet. Helemaal waar. En wij zijn, het gebruik van nabij infraroodspectroscopie, dat is niet uniek. Wat ons uniek maakt zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat om dit operationeel te maken heb je eigenlijk vier elementen nodig. Dat is de hardware, dus je moet sensortechnologie hebben. Ja. Je hebt de calibratiedatabase nodig. Nou, dat is eigenlijk het hart van onze onderneming. Daar hebben we heel veel energie in gestoken. Daar hebben we 17.000 monsters vanuit de hele wereld gestopt. Ja, en die zijn fysiek letterlijk in Wageningen.
En die zijn dus allemaal voor 92 parameters geanalyseerd in zowel natchemisch, dus dat is een traditioneel lab, als wij noemen dat dan droogchemisch, dat is een sensorlab. Nou, dan heb je twee databases van dezelfde monsters. Ja. Dan moet je nog database-experts hebben en predictiemodelleurs om dat weer, die modellen te bouwen. En dan heb je ook nog die applicaties nodig. Nou, wat ons uniek maakt is dat wij die vier expertises hebben. En dat wij de enige database hebben, dus die kalibratiedatabase, die op hetzelfde lab is geanalyseerd. En dat is wel heel belangrijk, want je kwaliteit is zo goed als je kalibratiedatabase. Mm-hmm. En wij hebben de strategische beslissing genomen om alle monsters op één en hetzelfde lab te analyseren. Ja, en om dat de foutmarge zo klein mogelijk juist, te krijgen. Juist, ja. 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 En toch... Jij vroeg het eigenlijk al, waarom ben je dit gaan doen? Maar de stap tussen een idee hebben. Ja. Jullie komen van de Landbouwhogeschool, neem ik aan. Je zit in Wageningen. Ja. Zo'n idee ontstaat. Je denkt, dat moet toch beter kunnen. Maar de daartussen, tussen dat idee hebben en... Die vier specialisten. En wat je net vertelt, dat is mega. Hoe, ja, nou, daar gaat alle eer aan Henry Heckman. Dat is de founder van van het bedrijf. Hij was daarvoor eigenaar van het grootste natchemische laboratorium van Nederland, BLGG. Ja. Dat is verkocht. En toen realiseerde hij zich van, ik wil iets doen waardoor die toegankelijkheid wordt vergroot. Dus hij kwam al uit de bodemlaboratorium hoek, zou ik maar zeggen. Ja. En wist dus als geen ander ten eerste hoe laboratoria werken, maar ook hoe moeilijk ze toegankelijk die zijn voor heel veel boeren wereldwijd. Ja, wil je dit kunnen ontwikkelen? We zien dat vaak hier in gesprek aan tafel. De combinatie juist van hardware en software is niet alleen ingewikkeld, het is langdurig en het kost ook heel veel geld. Ja, dat klopt. Hoe hebben jullie dat gefinancierd? Met investeerders. Investeerders? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat was geen probleem? Ja, jawel, dat is altijd een probleem. Ja, maar het is je blijkbaar wel gelukt. Dus maar we zijn dus nu in een... dus eerst waren we een start-up en nu is het, zoals het heet, zijn we een scaling company. Dus nu moeten we het wel gaan maken. En dat is een hele moeilijke fase. Zodra je nog bezig bent in de prototype ontwikkeling, zijn er ook wel subsidies beschikbaar, die je wel willen helpen. Maar nu is het niet meer pre-competitief, dus nu moeten we het echt zelf doen. Dan moet je de hele markt nog ontwikkelen, het hele distributienetwerk nog opzetten. Nou, wij zijn dus vooral actief op de Afrikaanse markt. Niet alleen trouwens, we zijn ook vrij sterk in Oost-Europa en in Oekraïne. Maar dat moet je dan dus wel op eigen kracht doen, dus dat is ingewikkeld. Ja. Ja, dat heeft ook toegeleid dat jullie eind vorig jaar failliet gingen. Ja. Maar jullie hebben een doorstart gemaakt. Ja. Wij vinden het hier altijd, we hoeven het er niet te lang over te hebben, dat zei je ook, weet je, dat is een negatief verhaal, faillissement. Maar ik ben altijd wel heel benieuwd, hoe dat dan gebeurt en vooral wat je ervan leert. Waar andere ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Want je bent een gefinancierd bedrijf, je hebt een goed product, want anders zou je doorstarten ook niet kunnen. Exact, ja. En toch gaat het dan op een gegeven moment, ga je kopje onder. Hoe komt dat? Als je terugkijkt, zijn er heel veel redenen, een aantal externe en ook wel interne redenen. Ik denk de grootste les die is geleerd is focus houden. We waren actief in 25 landen, in allerlei verschillende bedrijfssystemen, met allerlei verschillende klanten. Want we hebben dus standaard applicaties. Maar zodra je met grotere spelers gaat praten, die hebben allemaal hun eigen wensen. Dus die willen het weer net een beetje anders, met een ander logotje, een dingetje. Dat ga je dus allemaal doen. En voordat je het weet, ben je dus echt met 100 dingen tegelijkertijd bezig. En dat is niet vol te houden. Ja. Het andere wat we geleerd hebben, en dat heeft heel erg met technologieadoptie te maken. Iedereen, bijna iedereen, vindt de eerste keer dat hij ziet, gaaf. Hè? Iedereen is altijd zo'n wow-factor. Ja. Maar dan kom je, dus dan heb je dat is de adoptiecurve van Rogers. Ik weet niet of dat hier al eerder besproken is. Hè? Dus je hebt die early adopters, dat zijn de gadget lovers. Ja. Die willen zo'n ding wel. Maar dan wil je de stap maken naar de grote spelers. En die zeggen van, wat vindt, in het geval van Nederland zou ik kunnen zeggen, wat vindt TNO ervan? Of wat vindt, dan krijg je die hele institutionele fase. Waarbij dus andere partijen
die niet direct klanten van ons zijn, maar wel invloed hebben. Ja, die moeten een soort van stempel van exact. Goedkeuring. En het is nog niet geaccrediteerd, want voor een innovatie bestaat geen voor een innovatie bestaat geen accreditatie. Dus dan kom je in een hele moeilijke fase. En ja, dat wordt ook wel crossing the chasm genoemd, hè? Van de early adopters naar de early majority. Waarbij je dus die grotere groep... Valley of Death. Ja, je kan er allemaal hele mooie termen aangeven. We hebben die early adopters. Die vinden het gaaf. En we hebben dus onze proof of principle en proof of concept. Nou, die hebben we allemaal binnen. En dan ga je naar de volgende fase. Ja. En daar zijn we gestruikeld. Ja. Maar we pakken het nu weer op. Ja. En, die focus vind ik ook wel interessant. Waar heeft dat bij jullie toe geleid? Want je zei, we zaten in 25 landen en ieder met zijn eigen vragen. Dat gingen we allemaal doen. En, 30 varianten van die app is op een gegeven moment ook lastig om te managen. Het is niet te managen. Hebben jullie nu gezegd van, oké, dit is het product, dit is de app, die is multilingual, dit is wat we hebben? Nee, want je moet wel leren van je klant. Oké. En je kan wel zeggen, dit is het, een klant heeft wensen en die heb je te respecteren. Maar we zetten nu veel meer in op strategische klanten. Precies, dus, maar je gaat niet voor elke boer in Kenia... Nou werken wij sowieso niet, of zeer zelden, direct met boeren. Dus wij verkopen dit aan organisaties die een netwerk van boeren hebben. Ja. Dus dan denk aan coöperaties, input providers, dat zijn kunstmestproducenten, crop buyers, de thee-producenten of de koffie of de cacao... daar verkopen we het aan en zij bieden dan weer de service aan de boeren. Ja, hey, na zo'n kopje ondergaan van je cement, downscalen neem ik aan. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie nu in dienst voor deze nieuwe fase? We hebben bij AgroCare zelf, we hebben ook nog een consultancy, dat heet NMI, maar dat laat ik even buiten. Dus bij AgroCare hebben we nu zo'n 20 mensen. Oké, dus nog eens een flink bedrijf. Ja, maar je hebt die 4 expertises nodig. Ja. Dus dat is echt het minimum, anders kan het gewoon niet. Hey, wat kost het om eens zo'n set draaiend te hebben? Nou, dan heb je dus de hardware en de software nodig. Nou, we hebben verschillende applicaties dus, en daar hebben we licenties voor. Dat zijn unlimited licenties. Dus je koopt, het is eigenlijk net als je een telefoon koopt. Hè. Je koopt de hardware en dan koop je een abonnement. En wij hebben dan een unlimited licentie. Dus je betaalt 1 keer en dan hangt het een beetje vanaf welke applicaties. Dus we hebben verschillende prijzen. Maar laat ik even zeggen, die ik net voor de uitzending even liet zien. Die is €1800. En dan kan je zoveel test maken als je wil, want verder heb je niks meer nodig. Dus je hebt geen filterpapiertjes nodig of weet ik veel wat. En de hardware die is €3000. Ja, en dat is en je doelgroep, dat zei je net al, dat zijn dan in principe organisaties die meerdere boeren op grotere schaal dit kunnen doen. Wat zij maken met zo'n setje, gaan zij dan langs die verschillende boeren? En daar zijn verschillende modellen mogelijk. Sommigen rekenen daar een prijs voor. Dan is het een manier om een inkomen te genereren. We zien ook veel partijen die het als een marketinginstrument maken. En juist dichter, die in die value chain willen gaan zitten en dichter bij de boer willen komen. Dus dan krijg je van die loyalty-programma's. Hè? Als je bij mij de kunstmest koopt, dan krijg je een gratis bodemtest. Ja. Dat soort klanten hebben we ook. Hey, wat voor efficiëntieverbeteringen zie je bij boeren? Leuke vraag. Ja, ja want ik ben altijd, werkt het? Ja. Nee, we zien eigenlijk... bij dat soort studies is het altijd heel erg lastig om je referentie te definiëren. Mm-hmm. Want geen mest toedienen... Dat is, dan vind je altijd wel een effect. Dus als je het vergelijkt met de normale praktijk, daar hebben we vrij veel studies naar gedaan, dan zien we eigenlijk een vrij consistent beeld van zo'n 50% yield increase. 25. Sorry. En dan is het niet, en wat ik nog mooier daaraan vind, is dat het dan niet gaat om meer mest toedienen. En trouwens, als ik mest zeg, dan bedoel ik organische mest en kunstmest. Ja. Ik maak daar, we geven beide, adviseren we. Het gaat niet zozeer om meer, want het is niet zo heel moeilijk om oogsten te verhogen. Het gaat om samenstelling, toch? Juist. Ja. Het gaat om andere meststoffen. Dus ook met dezelfde kosten, met dezelfde inputkosten, haalt een boer meer oogst. Nou, dan gaat je efficiëntie omhoog. Ja. Ja, dat zijn als je het hebt over de grote problemen in de wereld, zijn dat vrij substantiële... Daarom is het ook zo ontzettend gaaf werk. Ja. Ja. Hey, ik kan me ook voorstellen dat juist daarom, dat je zei net in zo'n tussenzinnetje, weet je, in de fase waarin we nu zitten, ben je echt afhankelijk van heel andere fenomenen en niet meer die subsidieachtige dingen. Ik kan me ook voorstellen vanuit
gewoon puur de analyse van de grote problemen in de wereld. Ja. Partijen als de Wereldvoedselorganisatie, de WHO, dit super interessant vinden. Ja, vinden ze ook. Zijn dat partners van jullie? Is dat ook waar je op richt? Ja, nou, het zijn absoluut organisaties waar wij mee praten. Dus dan heb je het over de Wereldbank en de FAO en het World Food Program. Daar zitten we absoluut aan tafel. Het hangt er een klein beetje vanaf, bijvoorbeeld als ik als voorbeeld de Wereldbank neem. Ja, die gaan zelf niet zo'n ding kopen om het veld in te gaan. Ja. Dus je moet dat, eigenlijk benaderen dat dan van twee kanten. Dus zeg maar bovenover, vorig jaar was ik in Washington en dan ga je op bezoek bij de Wereldbank. Ja. Wat doet de Wereldbank? Die initieert projecten met overheden. Dus tegelijkertijd wil je ook bij die overheden lokaal aan tafel, want die krijgen geld van de Wereldbank. Dus dan moet je dat van twee kanten. Daar ligt absoluut potentie, maar het is niet makkelijk. Het zijn lange termijn lange, taaie trajecten. Ja, want ik vraag me dan vooral af, want je zegt ook, ja, dat deed ik van vorig jaar. Wat gaan jullie nou echt anders doen om dit succesvol te maken? Want dat tot nu toe is niet gelukt. Ik vind altijd moeilijk om niet gelukt hoe je dat definieert. Nee, maar financieel. Want we hebben, is het gelukt? We hebben 30.000 boeren bereikt die hun oogst hebben verhoogd. Nou, ik vind het een super succes. Ja, het werkt. Jullie hebben 30.000 boeren bereikt. Er is meer geproduceerd. En toch als bedrijf... Zijn we er nog niet. Ben je er nog niet? Wat gaan jullie nu anders doen? Nou ja, we hebben efficiëntie verbeteren. Dus we zijn nu met minder mensen. Dus, intern. Ja, dus minder kosten. Ja. We gaan door focus kun je even zeggen. Ja, dus we gaan ons richten op 8 focuslanden. Dus daar gaan we heel gericht. Welke zijn dat? Dat zijn Kenia, Rwanda, Oeganda. Allemaal Afrika. Nee. Tot nu toe wel. Ghana, Nederland, Nederland, Oekraïne en Polen. Ja, twee Oost-Europees, Nederland en Afrika. Ja. En we gaan meer ook in projecten doen. En we gaan ook kijken naar... additionele verdienmodellen. Want het interessante is, we hebben nu dus allemaal klanten die doen, in dit geval 30.000 analyses hebben die gedaan. Dat is een gigantische database. Ja. Waar die klanten ook weer, je kan bodemkaarten gaan maken, je kan trendanalyses gaan doen. Wij denken aan koolstofvastlegging van Climate Smart Agriculture. Wat is je potentie om koolstof in de bodem vast te leggen? Nou, die data, die hebben wij, die hebben onze klanten ook. Dus we zijn ook aan het kijken van, kunnen we daar projecten op zetten om dus nog een tweede slag te maken met die data. Dus je geeft hem aan die boer, dat is je eerste gebruik, zeg maar. En dat je dan ook nog een tweede toepassing gebruikt. Ja. Maar je zei net, toen je begon te vertellen wat er allemaal mee kon, dacht ik, ja, maar kijk nou uit, want anders krijg je weer een focus. Een focusprobleem, zeg maar. Ja, nee, we zullen scherp moeten blijven. De neiging is heel groot, omdat mensen soms heel enthousiast zijn. Ja. En die zeggen dan van, ja, kom naar, nou ja, noem maar een land waar we dan dus nog niet actief zijn. De verleiding is soms wel heel groot om daarin mee te gaan. Snap ik. Ja, snap absoluut. Ja, is het lastig om in zo'n doorstart nieuw geld aan te trekken? Ik neem aan dat jullie dat nodig hebben, want je begint weer van scratch. Ja. Het is gelukt. Dus is het lastig? Ja, geld aantrekken is nooit makkelijk, maar het is ons in hele korte tijd gelukt. Dus er zijn toch wel heel veel mensen. Dat geeft ook vertrouwen, toch? Oh, absoluut. Ja. En wat voor partijen zijn dat waar jullie nu financieren? Nou, wij zijn overgenomen door HLB en dat is, dat is een klant van ons. Dus en dat past heel mooi. Dat is een Nederlands bedrijf. Wat is dat voor bedrijf? Ja, een Nederlands bedrijf, Agri Consultancy. Ja. Die veel meer echt nog in de veldproeven zitten, waar wij veel meer in de hele digitalisering zitten. Dus hele aanvullende expertises. Ja. En uiteraard zijn we nu nog heel druk bezig om te kijken van hoe dicht komen die bedrijven bij elkaar. Ja. En dat moet de komende periode blijken. Maar jullie zijn onderdeel van een groter geheel, waardoor je voorlopig vooruit kunt. Ja. Die focuslanden, hoe is die keuze tot stand gekomen? Dat lijstje van Afrikaanse landen, dat snap ik. Ik heb zelf een tijd in Afrika gewerkt. Dus dat zijn markten waar aan de ene kant veel behoefte is, aan de andere kant het ook redelijk georganiseerd is. Laat ik zeggen, redelijk stabiele Afrikaanse landen. Hoe kom je bij Oost-Europa? Want ik hoorde Polen en Oekraïne. Dat heeft met de markt te maken. We zijn behoorlijk succesvol in de Oekraïne en ook in Polen. Dus dat heeft gewoon te maken met onze presence daar. Met de footprint die je al hebt. En de Afrikaanse landen is ook voor een deel op projecten die we hebben die ons ondersteunen.
Ja. Dus het heeft inderdaad te maken met de stabiliteit van het land en ook hoe ondersteunend een overheid is. Want er zijn ook landen waar het echt heel erg moeilijk is om commercieel iets op te zetten. Qua focus, dit is een grondscanner. Ja. Ik zag op verschillende publicaties ook dat jullie werkten aan een bladscanner. Ja, waarbij je dus van de planten het blad kon scannen en daar ook heel veel informatie uit halen. Hebben jullie dat ook nog in portfolio of focussen jullie helemaal op dit ding? Nee, dus we hebben inderdaad, dat is nog beperkt, er zijn nu 2 gewassen. Dat je inderdaad met dezelfde technologie, maar dan is het een andere app. Dus wat gebeurt er dan? Is dat op het moment dat hij dus verbinding maakt naar de database, wordt hij naar een andere database gestuurd. Dus je installeert een andere applicatie en je krijgt een andere toepassing. Ja. We hebben dat ook voor veevoer ontwikkeld. Dus dat is eigenlijk nu al. Je hebt 1 apparaat en je hebt 2, 3, 4 applicaties. Dus we hebben nu dus bodem, veevoer, in beperkte mate lief, maar misschien ook wel manure. Want er is heel veel behoefte aan het analyseren van mest of compost of noem het allemaal maar op. Dus we kunnen nog een heel eind vooruit. Het is trouwens ook de reden geweest dat we 2 jaar geleden van naam zijn veranderd. Eerst heetten we Soulcares. Maar toen gingen we ook veevoer doen. Dus toen moesten we een andere naam hebben. Dus we hebben met opzet vrij breed ingestoken. Voorlopig kunnen we vooruit met onze toepassingen. Ja. Ja. Je zei aan het begin al, voor ons is Afrika belangrijk. Niet per se de markt waar het meeste geld te verdienen is als je vanuit een commercieel perspectief kijkt. Heeft daar nog een spanningsveld voor jullie gezeten? Bij die doorzet, zeg maar, dat je moet gaan kijken, waar zit nou het geld eigenlijk? Nee, eigenlijk is iedereen ervan uit. Jullie motivatie is wel heel erg waar. Ja, dus ook van de eigenaar, die wil echt een verschil maken. Ja. Dus uiteraard kijken we ook naar andere markten. Maar dat onze focus op Afrika, dat was eigenlijk gelijk al duidelijk. Ja. Is nooit ter discussie geweest. Ja, maar dat is ook een ideële keuze. Ja. Je zei zelf, ik werk veel in Afrika. Ja. Waarom? Is dat sales? Is dat marketing? Wat doe je daar? Of? Dat zijn in ieder geval mijn idealen. Ja. Dus, mijn vraag is eigenlijk vanuit de business geredeneerd. Oh, ja. Moet je daar ter plekke aanwezig zijn om succesvol te zijn? Of? Ja. Want het gaat heel veel om vertrouwen, om netwerk. Mensen moeten je kennen. Ja. Dus ik Skype mee helemaal suf, dat is allemaal leuk. Maar ga je dan demo's doen? En dan ga je demo's geven? Ja. Ja. Dan laat je het gewoon zien. Laat je het zien. We hebben ook demonstraties. We gaan het nu even niet doen, maar je hebt het net ook bij ons met deze plant hier. Ja. Die hebben we op tafel gezet, hebben we het ook getest. Ja. Wij willen altijd alles zien. Ja. En het is gewoon heel simpel. Hup, dan klik en dan laat je het zien. En dat is altijd leuk om te doen. Ja. En we hebben ook proefvelden. En dan laten we dus een bodemtest doen. Ja. Dat is één ding. Maar je wil uiteindelijk natuurlijk verschillende oogst zien. Ja. Nou, dat hebben we ook. En dan organiseren we Farmer Days. Is er nog een gewas waar het meeste voordeel oplevert? Niet dat ik weet. Want dat verschilt natuurlijk ook weer, hè? Bodemsamenstelling tegen. Het is wel heel anders of je thee verbouwt of mais. Ja, de eenjarigen die reageren sowieso sneller op een veranderende bodemsamenstelling. Ja. Want als je hele diepwortelende gewassen hebt, voordat die nutriënten daar bij die wortels zijn, dan ben je wel een jaar of 2 jaar verder. Ja. Dus je ziet het een meer direct respons op eenjarige gewassen. Ja, laatste vraag, die had ik nog op mijn lijstje, mentale lijst staan. De technologie op het gebied van met name data-analyse, kunstmatige intelligentie, et cetera, gaat ongelooflijk hard. Machine learning. Ja. Je vertelde aan het begin, onze database met samples is eigenlijk het hart van ons bedrijf. Wat voor effect heeft die ontwikkeling, die enorme snelle ontwikkeling van die data-analyse op jullie bedrijf? Nou, dat wij ook, daarin gaan wij mee. Dus wij gaan wij gaan nu van deep learning. Maar kun je veel betere analyses maken? Dus we zien nu al dat zonder dat we extra monsters aan onze calibratiedatabase, wij onze predictiemodellen kunnen verbeteren. Ja, gewoon omdat je patronen gaat herkennen. Ja, en eigenlijk, ondanks het feit dat je misschien een bepaald sample niet herkent, toch op basis van heel veel data toch een hele goede analyse kunt maken. Wij hopen ook op een gegeven moment dus een global calibratiedatabase hebben. Dus je zeg maar eigenlijk alle spectra vertegenwoordigd hebt in je database. Ja. Nou, dan hoef je dus niet meer te kalibreren. Want nu moeten we dus, als we naar een nieuw gebied gaan, moeten we daar eerst, voordat we daar operationeel kunnen worden, monsters halen en die nawagelingen. Hoeveel heb je dit dan nodig? Nou, dat hangt een beetje vanaf van de diversiteit van de bodems. Dus dat is een hele exercitie om dus
te bepalen hoeveel monsters we nodig hebben. Want we zoeken heel gericht naar die combinaties van factoren waarbij we verwachten om spectra te vinden die nog niet in onze database zitten. Dus we zien wel dat we per zeg maar, oppervlakte-eenheid steeds minder monsters nodig hebben. Maar kijk, in een land als Kenia hebben we 1800 monsters genomen. In Ghana wordt het er... Kijk, nu zijn we, dat was het eerste land wat we gekalibreerd hebben. Ghana wordt het volgende land. En daar hebben we dan geloof ik 400 monsters nodig. Precies. Dus het reden dat een investeerder en jullie ook denken dat dit op een gegeven moment natuurlijk ook financieel rendabel gaat worden, is dat het wordt steeds schaalbaar. Ja, ja. Dat is absoluut. Het idee. Ja. Spannend. Ja, zeker. Ja, ja heel, heel spannend. Mooi verhaal. Het is een mooi apparaat ook, vind ik. Ja, vind ik ook. Jij zegt het, maar er zijn niet veel zeg maar, functionele apparaten die mooi zijn vormgegeven. Dat is wel een gaaf ding. Ja. Nee, daar hebben we aandacht aan besteed. Ja, dus dat is... Heel veel succes. Heel veel succes. Dankjewel. Ik kom nog eens vertellen hoe het jullie vergaan. Met alle plezier. Oké, heel goed. Dank. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors en Bier & Co. voor... Bier? Waar zie je bier? De biertjes. Die waren op. Die waren op. Nou ja, dat komt dan vast weer goed de volgende keer. Even klaren. Ja. Neem nog glaasje water. Ja, dat is goed. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct nog een interview kijk je on demand. Dan weet je dat je ons hele archief kunt plunderen via fastmovingtakers.nl en YouTube. Dag.